zijn dus obviously thuis. Van wie is deze? Van mij. Ik ben zo trots op mezelf. Ik hou daarvan, man. Ik leef... Hoe bedoel je? Wees dankbaar voor wat je hebt. Oh, maar goed, mensen, dus hoor dit. Herfstjas, mensen. Ik heb een herfstjas gevonden. Ik ben geneigd om dingen veel groter te maken, veel moeilijker te maken dan het. Een hele goede morgen. Zonder zorgen. Hi guys, ik hoop dat het goed met jullie gaat. Welkom bij een nieuwe vlog. Als je nieuw bent, mijn naam is Nathalie. Oké, het is echt super vroeg. Wacht even hoor, ik ga even denk ik mijn camera neerzetten. Ik denk dus, ik ga gewoon lekker vroeger opstaan. En ja, zodat ik gewoon nog even kan mediteren en even gewoon rustig de dag beginnen. En ja, toen ineens was Maya wakker. Toen ik uit de douche kwam en daarna kwam ook Vivi, dus Vivi is nu aan het douchen. Maar het is eigenlijk nog best wel gewoon vroeg al nog, voordat eigenlijk de kinderen moeten opstaan. Maar goed, Maya die krijgt zo haar flesje. Dus ik ga dat zo eventjes erin doen. Maar ik heb dus vandaag gewoon een hele leuke dag gepland. Althans, ik moet echt wel gewoon een paar dingen doen. Kort neem ik jullie mee, ja. Ten eerste, ik moet echt mijn haar wassen. Dus wat ik eerst ga doen vandaag is, dus ik ga vandaag zwemmen. Luister, vorige week ben ik 5 dagen wezen sporten. En mijn lichaam heeft me dat deze week echt laten weten. Op een negatieve manier. Dus volgens mij heb ik echt mijn lichaam overbelast. Want maandag ben ik dan nog wel gaan sporten. Maar de dagen daarna was ik gewoon te... Ik weet niet wat er aan de hand was, man. Echt, gewoon echt pijn. En dus ik had zoiets van, chick, volgens mij ben je gewoon echt te ver gegaan. Dus dat gaan we niet meer doen. Oké, dus ik wil vandaag wel gewoon een beetje bewegen, maar op een andere manier. Dus ik ga vandaag met mijn beste vriendin gaan we zwemmen. Zij is ook pas geleden bevallen, hè. Dus we gaan zwemmen en ik ga daarna dan gewoon even lekker in de sauna. Ik heb daar echt zo'n zin in, een sauna, stoombad. Dus dat gaan we als eerste doen in de ochtend. Dus kids naar school en daarna gelijk dat doen. Daarna ga ik dus mijn haar wassen. Ik wilde dus mijn haar vlechten. Maar kijk hier, oh my god. Ik heb dus nu even, heb ik het nat gemaakt en conditioner erin gedaan alvast. Want als ik dan ga zwemmen, als ik dan straks mijn haar ga wassen, dan is het gewoon makkelijker uit te kammen. Ook omdat het dan gewoon zachter is. Maar dat terzijde, dus mijn haar wassen. Maar normaal vlecht Nouria mijn haar, maar die kan dus heel dit weekend niet. Dus ik denk dat ik zelf mijn haar ga vlechten. Tenminste, ik ga het denk ik proberen. Dus ja, dat. En daarna heb ik ook nog, want ik heb, oh mijn god, mensen, dus hoor dit. Ik heb dus mijn nieuwe herfstjas, winterjas besteld. En, oh, even wachten, schat. Kijk eens. En ik ben zo blij met mijn jas. Dat ga ik jullie later laten zien. Nu heb ik daar geen tijd voor. Ik ben dus ook nog gewoon... Ik moest weer dus alweer nieuwe setjes halen van Maya. Want ja, die andere, ze had toch wel nieuwe setjes nodig. En sommige die begonnen alweer te klein te worden. Dus dat heb ik gehaald. Dus dat ga ik jullie straks ook nog even laten zien. Toen ik dat ging doen, heb ik dus ook nog hele leuke jassen gevonden voor de meiden. Maar dat is gewoon meer een jas voor de bij. Maar waarvan ik echt weet dat ze het echt leuk gaan vinden. Dus die ga ik straks ook nog even aan hun laten zien. En voor de rest, ja, dat eigenlijk. Ik ga jullie gewoon meenemen in mijn dag. En ja, het gaat gewoon een goede dag worden. Het gaat een leuke dag worden. Dus I talk to you later, oké? Goedemorgen, Eva. Zonder zorgen. Goedemorgen, Vivi. Seriously, Eva. Ze is voor nepo's. Ze zei net dat ze voor nepo's was. Nou, de kids die zijn dus aan het eten. En die gaan zo naar school. Waarom ben je boos dan? De kids zijn naar school. Ik ben met Mello. We zijn net aangekomen. Wacht even mijn spullen pakken in de auto. Maar we zijn dus net aangekomen.
Het is dus eigenlijk gewoon gelijk een 2-in-1 dingetje. Een 2-in-1 dingetje, gelijk quality time. With my friend. En even lekker zwemmen. Dus talk to you. Yo! Nou, ik ben weer terug thuis. En mensen, ik heb zo'n heerlijke ochtend gehad. Oh my god. Laat me even die camera neerleggen. Neerzetten, sorry. Ja, dus... ja, dus hoor dit. Wij zijn dus, ik ben dus met mijn vriendin meegeweest naar haar sportschool. En hebben we daar lekker gezwommen. Ben ik lekker in de sauna geweest, in het bubbelbad. En ja, echt een hele fijne sportschool. Ik ben zelfs aan het overwegen om misschien over te stappen naar daar. Maar dat even terzijde. Ik heb net even mijn haar gewassen. En, vandaag is het toch wel een soort van een me-time dagje, weet je wel. Dus gewoon lekker met mijn vriendin, lekker gechilled net, gekletst. Nu mijn haar gewassen, kom ik er net dus achter dat ik geen rijswater meer thuis heb. Maar ik red het niet om nog eerst naar kantoor te gaan, rijswater halen en dan weer terug. Dus ik ga het vandaag even zonder doen. Nu is het even aan het intrekken. En ik dacht dus van, want de persoon die normaal mijn haar vlecht, Nouria, die kan pas... over een paar dagen mijn haar vlechten. Maar mijn haar moest wel echt nodig gewassen worden. Ik had gesport, ik had weet ik veel wat allemaal. En weet je wel, op een gegeven moment gaat het gewoon klitten, weet je. Maar wat ik dus zit te denken is... dus als ik zo mijn haar uit heb gewassen... dat ik ga proberen zelf te vlechten. Want ik ben dus altijd geneigd om zeg maar dingen... kijk, ik kan heel slecht schatten. Vind ik van mezelf. Ik kan heel slecht schatten. Dus daardoor ben ik dus geneigd om dingen veel groter te maken. Of veel moeilijker te maken dan het is. Adam zegt ook altijd van... Naat, keep it simple. Keep it simple, keep it simple. Ik heb ergens ook een note ergens hangen. Waarop staat van... Hou het simpel. Begrijp je? Hou het simpel. Maar in ieder geval, dus ik ben geneigd om dingen veel groter te maken, veel moeilijker te maken dan het is. En ik ben nu dus echt heel erg bewust daarmee bezig om te leren van, als je het niet doet, dan weet je het niet. Weet je wel? En ik heb zoiets van, als je schatten zo moeilijk vindt, ja, of tenminste, als dat gewoon wat lastiger is voor jou, dan waarom maak je iets dan niet kleiner? Waarom maak je het groter? Maar ja, ik ben daar nog steeds niet achter. Maar... wat ik dus wel wil doen, is dus gewoon bewust daarmee omgaan. Van oké, na het vlechten, misschien gaat het jou gewoon heel goed af. Heel makkelijk af. En ik probeer nu ook dingen echt te meten. Weet je wel? Dus ik ga vandaag, ik heb het nu dus al in vieren gedeeld. Wat ik altijd doe als ik mijn haar was. Maar ik dacht van, wat nou als je gewoon per stuk, zeg maar, gewoon vlechtjes gaat maken. Probeer het gewoon, kijk hoe lang het voor jou duurt. En dan, ja, op de dagen dat Nouria niet kan, dan kan je het in ieder geval wel gewoon zelf doen. Weet je wel? En misschien is het wel gewoon veel makkelijker dan je denkt. Misschien valt het hartstikke mee. Misschien kom ik erachter van, hé, dit is ook gewoon een lekkere me-time met misschien een podcast op de achtergrond of whatever. Dus ik ga dat zo meteen doen. En dan ben ik heel, heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. En weet je, hoe het gewoon... gewoon hoe het eruit gaat zien. En hoe lang het gaat duren natuurlijk. Maar goed. Ik ga mijn haar uitspoelen. En dan laat ik jullie straks de vlechtjes zien. Oké? Ik heb mijn haar gevlocht. Ik ben zo trots op mezelf. Ik zeg jullie. Ik heb er een uur over gedaan. Precies een uur. En ja. Dus ik kan het gewoon. Niet dat ik dacht dat ik het niet kon. Maar ik had het gewoon nog nooit zelf gedaan. En ja, ik ben wel echt benieuwd naar het resultaat. Of dat wel gewoon hetzelfde gaat zijn. Maar een uurtje heb ik erover gedaan. Even serieus. Dus ja, ik ben blij. Ik ben echt trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. En ik vind het ook nog wel gewoon netjes gedaan. Het is nu nog helemaal wit hoor, maar mijn haar zuigt producten. Dus voor ik het weet is het opgenomen. Maar goed, het is dus al wel weer tijd... Ik ben zo blij dat mijn haar gewassen is. Maar het is dus al wel weer tijd. Ik ga even snel een kleine boodschap doen. En dan ga ik de meiden halen. En ja, dan is het weer tijd voor de avondroutine. Hè? Dus eten, meiden klaarmaken voor bed, everything. En lekker chill. Dus ja, yeah, I talk to you later. Hi! Hey guys! Hey guys! Nou, de kids zijn dus obviously thuis. Maya, Eva, oh, en Pipi. Yeah.
Okay. En Maya. Oké, doen jullie even rustig alsjeblieft. Luister, dus ik zou jullie natuurlijk nog even laten zien wat ik allemaal heb gekocht bij de Free. En ik heb ook een paar dingen voor de meiden gekocht. Dus ik dacht, ik ga ze hier laten zien. Oké, schrijf deze maar even op. Is deze pyjama van mij? Wacht even, Maya is aan het spugen. Waar is haar doekje? Oh my god, Vivi, kan jij snel haar doekje pakken? Wie heeft zweetvoeten? Jij hebt zeker zweetvoeten. Waarom? Dat zijn mijn crocs, maar ik heb geen zweetvoeten. Hoe kom je daarbij? Oh, wat ruikt echt naar zweet. Oh, hi guys. Ik wist niet dat je ging kijken. Oké. Ik heb andere handen getoond. Kunnen we beginnen? Nou, we hebben Maya eventjes haar mondjes schoongemaakt, want ze had gespuugd. Maar goed, ik heb dus vooral dingen voor Maya gekocht, maar ik heb ook een paar dingen voor de meiden gekocht. Ik heb deze voor Maya, even een paar truitjes met lange mouwen. Voor, ja, gewoon... Het gaan weer, we weet je wel. Zien, kijk hier, ik heb hier ook een maillot voor Maya allemaal. Even rustig, Eva. Anders kunnen mensen thuis niet horen. Anders kunnen mensen thuis niet horen wat ik zeg. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. Maya. En dan ga jij nu beginnen. Oké, okay, dus ik heb ook van die joggingsbroeken voor Maya. Ze heeft al zo'n vest van deze. Maar ze hebben dus... van die leuke joggingsbroeken. Allemaal van die leuke kleurtjes ook. Lekker zacht. Dan hebben we hier ook nog weer een pakje met een hoodie. Ik heb al eerder gezegd in een andere video, ik hou echt van hoodies voor de kids. I love it, love it, love it. Wat heb ik nog meer voor Maya? Niet zo dikke in die tas, Vivi. Ah, Vivi wil weten wat ik vaar. Wat we varen hebben gekocht. Nou, nog meer joggingbroeken voor Maya. Nog een hoodie erbij. Dat is een vest. Oh, dit is een vest. Ja, klopt. Leuk. Oh, dat staat heel mooi bij deze broek. Ja, heel leuk. Allemaal bij de Prie, mensen. Dus ik ga er gewoon even snel doorheen, hoor. Maar dat je in ieder geval ziet. Oh, deze had volgens mij ook een aparte broek. Ja, wacht even hoor. Deze had ook een aparte broek. Oh ja, kijk, ik heb weer allemaal ook van die dingetjes gehaald. Ja, dit is even, oh sorry, dit is even zo'n snelle shoplog. Maar truien, van die heerlijke dikke truien heb je dus daar. Deze vestjes heeft ze nu dan, dit is dan alweer een derde kleur die ze heeft. En die pakjes die ik vorige keer had, hebben ze nu ook in oranje. Vond ik wel leuk. Een mintgroene. Nou, deze twee kleuren... had ze al, maar ik dacht, ja, ik koop toch nog wel gewoon even 6 tot 9 maanden. Want ze zijn echt heel, heel, heel erg fijn. Dus ik heb alvast een grotere maat gekocht. Want het gaat zo snel met dit kind. Even serieus. Dit is voor mij. Even denken. Wat heb ik nog meer? Oh ja, nou, gewoon ook nog weer de pyjama pakjes heb ik gehaald. Oh ja, dit setje vond ik ook wel gewoon echt leuk. Dus dit is een... trui met een legging ook. Wat hebben we nog meer? Oh, volgens mij nog meer pyjama pakjes. En even kijken, heb ik alles van Maya? Volgens mij. Ja, volgens mij wel. Nou heb ik voor de dames... Wacht, ik zet dit eerst eventjes allemaal weg, jongens. Geef maar. Anders kan ik niet... Want hier kan ik een mooie stapel. Ja. Vivi de assistant. Ja, leg maar gewoon hier neer. Oké, okay, nou, ik heb dus als eerst voor de meiden dus ook pyjama's. Even kijken hoor, deze, €4,50 zijn deze pyjama's. Maar ik heb dus, deze is voor, van wie denk je dat deze is? Voor mij. Oh nee, van wie denk je dat deze is? Ik hou van mij. Denk je dat die voor jou is? En van wie denk je dat deze is? Ja. Nou, in ieder geval, die is voor Vivi. Ik heb een hartje. Eva, ik heb voor mezelf heb ik dan ook nog een pyjama gekocht. Deze was afgeprijsd trouwens. €7. Boyfriend short pyjama set. Ik ga gelijk. Ja, deze vond ik wel leuk. En deze is ook gewoon lekker zacht. Ik heb ook met lange broeken van deze, maar vind ik wel gewoon heerlijk. Dit is dan een soort van pyjama truitje. Maar die vond ik eigenlijk wel leuk gewoon zo. Dus niet eens als pyjama truitje. Maar daar heb ik dus een kort broekje bij gekocht. Ja, want ik heb het dus echt warm. Oh, hier is een korte broekje. Vivi had hem op de stapel gelegd. Nee, wat had ik hem erbij gegeven? Maar, oh, had ik hem erbij gegeven? Oké, okay, nou deze dus.
Het past niet echt bij elkaar, maar ja, ik vind nu even korte broekjes heel fijn, want ik heb het dus echt warm, mensen. Ik heb last van opvliegers. Dat komt nog steeds door de hormonen en zo. Dus dit voor mij ook om te slapen. Oké, dan heb ik dus ook nog dit gekocht. De dikke sokken. Heb je hem opengemaakt? Oh my god. Nou, kijk dan. Ik heb dus ook deze sokken. Ja, gewoon. Ik heb altijd koude voeten. Dus ik heb alvast gewoon echt van deze dikke sokken. Die draag ik dus in mijn Crocs. Of in mijn UX. Of in mijn, weet ik veel. In ieder geval gewoon lekker warm. Maar gewoon ook thuis. Dus bij de Pri ook. Ik was echt blij om deze hier te vinden. 6 euro. Wat gaan jullie doen? Nee, jullie gaan niet omkleden hier. Eva, ik ben aan het filmen. Dan ga je toch niet hier zo omkleden? Yeah, boy. Wat is dat voor iets raars? Dat is echt raar. Wij staan in het topje. Hallo. Hou op. Oké. Okay. Komen jullie, zijn jullie Scare klaar? Scare about you. Hallo. Scare about you. Zij staat in het topje. Scare about you. Oké, okay, dus anyways. Eva. Anyways, kom. Ik ga jullie eventjes... Nee. Ik wil eerst even jullie... Anders ga ik jullie jas niet laten zien, hè. Ik heb een nieuwe pyjama aan. Ik heb een nieuwe pyjama aan. Oh, je haar is nat. Ja. Waarom komen jullie dan op mij hangen? Ik snap het niet. Nou, Vivi's pyjama dus. Zit die lekker? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou. Okay, willen jullie zien wat we nog meer van jullie hebben gekocht of niet? Ik denk dat jullie dit heel leuk gaan vinden. Ik weet het al. Okay, deze als eerste. Van wie is deze? Van mij. Weet ik niet. Van mij. Die is van mij. Deze is dus voor Fifi een heel leuk... Maar mama, ik wil... Even afblijven, want dit is een andere jas. Een heel leuk pufferjacket. Als ze deze in groot hadden voor mij, had ik hem ook sowieso gewoon gekocht. Maar dit is dus gewoon echt heel leuk bij de Pri. En hij was 20 euro. Maar dit is gewoon wel echt fijn met een hoodie of whatever. Ik zag er helemaal voor me. Iemand valt daar. Maar goed, Fifi, wat vind je van je pufferjacket? Paars. Ik dacht echt dat jij enthousiaster zou zijn over deze jas. Ik was echt heel erg enthousiast over deze jas. Maar ja, maar ze hadden hem niet paars in jouw maat. Dit is, want ik heb voor Eva dus ook een jas. En dit is dus een iets ander model, maar ook wel gewoon een soort van pufferjacket, maar wel mooi met dus een hoodie of zo. Zeg maar, Eva, dit is jouw jas. Even wachten, dit is jouw jas. Mag ik kijken of het met me past? Maar vind je hem mooi? Yeah, boy. Nou, deze kids zijn echt niet enthousiast of zo. Ik ben enthousiast. Ben je enthousiast? Weet je hoe leuk dat is met de hoodie? Beide jassen. Go shine. Fifi, kijk hoe leuk die jas is. Ja, dit vind ik echt een leuke jas. Eva, dit vind ik ook. Kijken. Even opbouwen. Kijken. Eva, kijk in jouw jas. Scare about you. Wat is dat voor liedje nou weer? Even serieus, maar mooi. Ik vind het mooi. Scare about you. Scare about you. Kijk hoe mooi. Laat even goed zien, Fifi. Kijk hoe mooi. Dit is echt mooi met een hoodie, hè. Echt lekker warm. Nou, mensen bij de Pri dus. Anyways. Wat is dit? Ik snap het niet. Oké, dus zijn jullie blij? Oké, wacht even. Ik wil even een vraag stellen. Zijn jullie blij met die jas of niet? Ja. Eva. Eva, ben je blij met die jas? Oké, ben je blij met je jas? Of moet ik hem terugbrengen? Kus op de lip. Oké, maar ben je blij met je jas of niet? Of moet ik hem terugbrengen? Ik ben blij met mijn jas. En de kleuren? Fifi, ik zei het je toch? Hij is echt hartstikke leuk. En ik heb voor Fifi dan ook nog een vest gekocht. Want ze heeft zo'n zwarte trainersbroek. Mag ik hem eerst even laten zien? Nee. Oké, anyways, een zwart trainersjurkje.
Die past bij haar. Nee, ik geef even. Ik wil hem even laten zien eerst. Nee, maar mama, ik wil het aandoen. Ja, rustig. Maar dat was wel gewoon echt een hele rare maat. Dit is dus een maat M en dat moet dan 140 zijn. Maar dit is hem dus. Gewoon zo'n hele rekbare, zeg maar. Zij heeft al, zeg maar, zo'n Nike shirt met een Nike legging. En, maar ja, dat shirt, dat is nu gewoon een beetje te koud, toch? Dus dan kan ze misschien deze erop aandoen. Gaat het, Maaien? Gaan jullie even van de bank af? Oh, mijn knoppen. Serieus. Oh, oké. Okay. En ik heb ook nog twee kaarsjes hier. Ja, en die cotton. Always for the cotton. I love it, I love it, I love it, I love it. I love it. Dus laat maar ruiken. I love it. Ja, dit, dan ruikt je huis naar frisse was. Ik hou daarvan, man. Ik leef. Ja, dan ben ik. Eva! Ja. Wat is er gebeurd? Ik heb pijn. Die kids die de hele tijd vallen en dan zeggen ik heb geen pijn. Ik snap daar echt niks van. Oké, okay, goed. Maar laat me... Oké, okay, jongens. Nu is het tijd voor mijn jas. Waar ik zo blij mee ben. Die ik dus wil laten zien. Die heb ik gekocht. Ja, jullie hebben het al gezien. Maar de mensen die kijken hebben het nog niet gezien. Want ik had hem al wel opengemaakt. Maar haar... Hoe bedoel je? Wees dankbaar voor wat je hebt. Zal ik het even terugbrengen? Zal ik dat doen? Je moet niet gekker worden. Oké, okay, anyways. Mijn jas van de ASOS. Waar ik zo blij mee ben. Ik heb een herfstjas, mensen. Ik heb een herfstjas gevonden. Ik heb een herfstjas gevonden. Oké, okay? Maar check dit gewoon. Jij schatje bent. Wat? Oké, okay. Maar laat me dit even in rust doen, alsjeblieft. Because. Het is een hele lange jas beneden. Maar het is dus gewoon zo een... Hiervoor moet ik staan, denk ik, mensen. Because hij is zo ongelooflijk leuk. Ongelooflijk. Oké, okay, mag ik even? Dit is mijn moment. Dankjewel. Kijk eens. Zo, heeft hij achter nog een riempje. Volgens mij moet ik hem aandoen. Eva, mag ik even langs? Ik ga hem heel even aandoen. Kijken of ik... Ah, oh mijn god, mijn knieën. Niemand ziet je. Kunnen jullie hem zien? Niemand ik ga, ziet je. Ik ga zo de camera even draaien. Haar... Zet ze dan nog vast. Ja, kijk. Zo. Het lijkt toch op een badjas. Lijkt het op een badjas? Ja, het lijkt het op een badjas. Nou, dit is dus mijn jas. Oh, ik moet hem denk ik gewoon nee, even... Ik moet die camera even ergens anders plaatsen. Ik ga hem denk ik mee naar achter meenemen. Dan kunnen jullie hem beter zien in de spiegel. Mensen, ik probeer jullie de jas zo goed mogelijk te laten zien. Maar kijk... Dit is dus een jas. Hij heeft dus eigenlijk zeg maar van die zakjes ook. Hij is zo lekker warm. En de stof is ook echt gewoon zo lekker zacht. Maar hij gaat dus echt helemaal tot beneden. En ik ben dus zo blij met deze jas. Bij de ASOS heb ik hem gekocht. Maar echt dus heel erg een hele fijne jas. I'm so happy. Maar goed, laat me teruggaan naar de woonkamer, want... Als ik terug ben, is het eind van het chaos daar, weet je. Dus, let's go. So, guys. Ik heb net mijn gezicht gewassen. Maar, ja, dus we hebben in ieder geval gegeten. De kids die, zijn nu lekker op de bank even tv aan het kijken. Ik dacht, ik doe eventjes mijn skincare. En ik gebruik dit nu al een week. Dus ik dacht, misschien is het wel even goed om jullie een update te geven. Ik moet zeggen dat ik ja, wel echt impressed ben bij deze producten. Want ik merk wel gewoon al wel iets, zeg maar. Kijk hier, ik heb dus gemerkt dat als ik iets voor mijn ogen gebruik, als eerste wat er, waar ik verschil zie, is zeg maar hier aan de buitenkant. En ja, maar ik ben benieuwd als ik dit langer ga gebruiken, hoe zeg je dat, wat voor een impact het gaat hebben. Mijn rijstoner is al bijna leeg, want ik had zo'n klein flesje. Dus ik denk wel dat ik die opnieuw ga bestellen. Wat ik wel merk is,
wanneer ik mijn serum heb gedaan, dan doe ik natuurlijk mijn normale vitamine E-crème. En mijn vitamine E-crème... oh shit, ik moest eerst mijn serum doen eigenlijk. Mijn vitamine E-crème, die ik normaal gebruik, dat is deze. Ja, daarna heb ik toch het idee van dat mijn huid toch nog een beetje wat droog is. Nadat ik dat heb gezet, zeg maar in de loop van de dag, in de loop van de dag is mijn huid dan weer droog. Dus ik zit te denken van, moet ik dan eigenlijk een crème gebruiken die ook gewoon van deze lijn is, zeg maar. Of moet ik een andere, wat dikkere crème gebruiken. Want ik heb sowieso een droge huid. Nu is het ook herfst, het wordt winter. Dus ik moet sowieso gewoon echt een goede vitamine E crème hebben. Kijk, dit vind ik zo fijn. Dat het gewoon zo echt zo helemaal, weet je wel, shiny is. En daarna doe ik dan mijn eigen crème erop. Krijg ik hem wel niet open. Kijk, doe ik mijn eigen crème erop. Dat doe ik tegenwoordig ook maar gewoon tappen. Ja. En dan heb ik het idee, kijk, dan is alles gewoon zo shiny. Maar dan in de loop van de dag heb ik het idee dat ik toch wel weer een crème moet zetten of even mijn olie moet zetten. Dat ik dan het idee heb dat het al droog is. Dus ik vraag me af, moet ik dan of een andere crème hebben of ligt dat aan dit? Want van dit voel ik me wel gewoon dat mijn huid wel gewoon gehydrateerd is. Maar het is echt in de loop van de dag. Dus ik denk dat ik van crème moet veranderen. Maar check mijn haar. Dus weet je nog, vanmiddag was het dus helemaal wit. En dan dat wordt bij mij gewoon zo erg erin gezogen dat het helemaal gewoon, gewoon eigenlijk ingetrokken is. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk de dames allemaal in bed stoppen. En dan ga ik gewoon even een beetje relaxen. En dan ga ik gewoon basically ook naar bed. Want ik ben zo kapot, mensen. En morgen krijg ik vroeg bezoek. Althans niet vroeg, maar in de middag. En morgen ben ik dan voor de rest wel gewoon lekker chill thuis. En dus dat. Dus ik ga de vlog gelijk afsluiten. Doen we dat weer hier tijdens mijn skincare. En ik had jullie al verteld waar ik die skincare had gekocht, hè, bij Boozy Shop. Maar so far I like it. I really do. Dus wat we in ieder geval gaan doen is de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. Klik op het belletje. Ja, en comment. En waar ik ook echt benieuwd naar ben, is eigenlijk zeg maar wat mensen nou eigenlijk in mijn vlogs willen zien. Weet je wel? Ik praat een beetje over mijn haar, weet je wel. Ik ben nu een beetje gewoon aan het experimenteren met skincare. Wat wil je zien? Laat het me weten in de comments, want ik ben wel echt benieuwd. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. En I see you later in een nieuwe vlog. Thank you for watching. Bye!